Voor mij lachen. Krant. Lang opblijven. Een kus dan. Cremeren, denk ik. Licht. Luisteren. Doe me dan maar links. Links, ja. Oh, sowieso erop. Altijd erop. Facebook. Ik ben Dion Peters. Ik ben producer en toetsenist. Ik ben Dana Havriluk en ik ben de zangeres van Talkbox. Ik ben Job Willemsen. Ik ben gitarist. En ik speel ook andere instrumenten in op de tracks. Mijn naam is Guillaume Huisman en ik ben de drummer van Talkbox. Het volgende liedje moet hij even zijn capo installeren, anders gaat het weg. Capo is Italiaans voor begin. Ja, begint de gitaar. Vorig jaar hadden wij dus het idee gekregen, we maakten al heel veel muziek samen. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, dan moeten we vorm gaan geven. En dat is uiteindelijk zo tot uiting gekomen. Dus we hebben op een gegeven moment 7 nummers gemaakt. En toen hadden we dus een crowdfunding gestart vorig jaar om geld op te halen. Om vinyls te laten drukken en cassettes laten maken. Dan hebben we met die crowdfunding vorig jaar een belachelijk bedrag van €2.250 hebben opgehaald. Dat is allemaal opgegaan in de productie van dit album, dit EP. Vanavond hebben we dus de release party gehad. Hebben we opgetreden voor het allereerst. De mensen die hebben bijgedragen aan de crowdfunding konden vandaag hun albumpje ophalen. Omdat je gewoon heel creatief kunt zijn. Je hebt alle vrijheid om bepaalde melodieën, baslijntjes, ritmes te bedenken. Daar zijn echt gewoon geen limits. En dat doe je samen. Want als ik alleen een liedje maak, dan is het niet creatief genoeg of zo. Dan heb je wel gewoon die bijdrage van verschillende mensen. Zoals Dion, de producer, beatmaker, alles. Dan heb je Job en dan heb je Gillian die dan echt superveel zo van elkaar inspireren constant. En dat stopt maar niet, dus ja. We verzamelen ons op de studio. Dat is meestal bij Dion thuis. Hij heeft daar alle apparatuur en programma's en alles om in te spelen. En dan gaan we vaak aan de slag met een idee.
of niet. Soms weten we al ongeveer welke hoek het gaat worden en dan gaan we van daaruit zoeken en dan verzinnen we akkoordprogressies en verzinnen een leuke beat eronder en een bas. En soms hebben we geen idee wat we gaan doen en dan gebeurt hetzelfde. Ja. Eigenlijk, in principe. Maar we hebben eigenlijk altijd superveel plezier. Dat is het leuke ding. En wat zij ook al net zei, we inspireren elkaar. We versterken elkaar. We vullen elkaar in daar waar de ander misschien iets minder heeft te bieden. En dat is een heel mooie samenwerking. Persoonlijk is dat Blast. Ik vind die heel groovy, echt heel leuk om te spelen.
Nou, ik vind People, 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 de rustigere versie zoals we die nu hebben gespeeld vanavond, vind ik zelf ook wel heel mooi. Ja. Ja, ik weet niet of jullie die mening delen. Ja, ja, ik deel dat ook. Ja. Ja. Ik vind Bless zelf het leukst om te spelen. En ja, People, People vind ik nu een leukere versie dan hoe, dan hoe die op Spotify en zo staat. Ja, ja, echt wel. Oh, voor mij is het moeilijk. Ik denk Good Girl. Good Girl is wel ja, een beetje zo'n feminine sexy nummer, als je het zo kan noemen. En daar kan ik wel gewoon mijn jazz abilities een beetje in, ja, in kwijt. Dus ja. Voor mij is het de nummer dat nog niet uit is, When I Met You. Dus ik kom helemaal in een trance als we die spelen. Ja, dat die lekker lang doortrekt, dat hou ik van. Ja. Talking to the Radio is de nieuwste single, die is uitgekomen. Het album is al op vinyl, maar hij is nog niet op Spotify. Met uitzondering van één lied, en dat is Talking to the Radio. Is een nummer hebben we gemaakt, ja, eigenlijk over propaganda gaat het een beetje. Propaganda liedje. Ja. Niet dat we daar zelf een standpunt in hebben ingenomen verder, maar gewoon het fenomeen propaganda. En dat is nu uitgekomen, ja, wat is het? In juli volgens mij. En ja, de rest van het album zal snel volgen. Onze melodieën zijn, onze akkoordenmelodie, die zijn niet wat je normaal op de radio hoort. Het is heel uniek. Het is goed dat onverwacht. Er zitten vaak onverwachte veranderingen in. Onverwachte veranderingen in de melodieën en de ritmes. En ja, dat is voor mij dan dat wat ons onderscheidt van andere mensen. Ja, boh, ja, wat zou gek zijn. Paradiso zou wel gek zijn. Paradiso zou, ja, wel echt, ja. Het zou wel gek zijn, ja. Dat is wel mooi. Ja. Spannend allereerst. Vooral omdat wij in deze samenstelling voor het eerst samen hebben opgetreden. Maar bovenal heel leuk. Ik denk dat we allemaal heel veel plezier hebben gehad tijdens het spelen. Ik denk ook dat je dat wel zag tijdens de nummers, het contact. Dus ja, spannend, maar heel leuk bevallen, heel goed. Ik kreeg ook van het publiek genoeg leuke dingen terug te horen. Dus ik denk dat we trots mogen zijn op vanavond. Ja, ja, dat denk ik ook. Dat is een, hoeveel personen bestaat de band, dat is de laatste tijd een beetje variabel geweest. Dat zie je ook hier op de albumcover. Staan Dana en ik en Mitchell. En Mitchell is eigenlijk samen met mij de oprichter van de band. Die heeft ons recent helaas verlaten. Dana is er toen later bijgekomen. En Job is er toen bijgekomen. Dus dat is allemaal vrij recente ontwikkelingen. Op een gegeven moment komt Guillaume. We hebben ook een bassist. Uit Korea komt die. Dominic. Maar die is helaas vroeg vertrokken vanavond. Dus eigenlijk op dit moment 5 personen. Mocht het zo zijn dat je nog niet zo'n albumpje van ons hebt weten te scoren. We hebben er nog een paar over. Dus ja, laat het even weten. Ons mailadres, zou ik het zeggen. Talkbooks, zonder de O. music@gmail.com. Stuur even een mailtje als je er nog één wil bestellen. Dan regelen we dat. En ja, binnenkort, als je geen platenspeler hebt. Het komt ook op Spotify, op YouTube, op Apple Music. Wat heb je nog allemaal? Deezer, iTunes, weet ik nog allemaal. En daar kun je het dan ook op luisteren. Dus hou het even in de gaten. Een talkbox is eigenlijk een apparaat voor je gitaar of voor een synthesizer. En dan heb je zo'n slangetje dat gaat in je mond. En dan kun je zo... kun je dan doen. En daar hebben we dan een streep door de ogen gedaan. Verder betekent het eigenlijk niks. Ja, het ziet er leuk uit, ja. Yes.